Ik heb ondertussen 21 jaar mijn bedrijf in de bloemen, de Paladijn, overgenomen van mijn moeder. En vroeger waren wij gewend om de bloemen aan de deur te krijgen met lijnrijders. Daar hadden wij meerdere vrachtauto's die hier per dag kwamen. De lijnrijders kwamen ook allemaal vanaf Rijnsburg. Dus die kwamen via de afsluitdijk Friesland binnen. Maar omdat ik aan het einde van de route zat, dat ze meestal hier pas om een uurtje of 4 's middags kwamen, dan kan je je voorstellen als ze de hele tocht Friesland, Groningen al hadden gehad, dat het voor mij niet meer de meeste keuze was. Dus ik stond dan altijd 's ochtends vroeg bij de afsluitdijk, bij Zurich, om daar al op de bloemenauto op te vangen, zo maar te zeggen, en daar handel uit te zoeken. Of ik stond in Leeuwarden voor hetzelfde verhaal. Dat we daar al de eerste bloemen eruit konden halen, zodat we al een stukje mooie voorraad hadden. En dan 's middags om een uurtje of 4 kwamen ze het weer aanvullen. In 2003 gebeurde er wat in mijn leven, waardoor ik dat niet meer op die manier kon doen. En ondertussen had ik geprobeerd met iemand ergens in een bloemistencel of in een koelcel de telefoon bellen, doorlopen en kijken wat voor bloemen er waren. Op een gegeven moment werd het een faxen, maar ik had het gewoon niet vinden bij die firma's. En toen kwam Babstar in mijn leven. Met prachtige bloemen, eerst ook nog met het faxen, maar toen heel snel via het internet inkopen. Voor mij was dat een ontzettende fijne manier van de bloemen kopen. Dat we elke dag bloemen kunnen krijgen, elke nacht wordt het bij ons aangeleverd. En als ik dan 's ochtends beneden kom, want ja, ik woon boven de winkel, dan kom ik beneden en dan staat mijn nieuwe handel er weer. En altijd weer blij met wat er staat. Geweldig! Natuurlijk was het eerst spannend, want ja, als bloemist zijnde ben je gewend of wil je heel graag je spullen bekijken. Wat voor kleuren, hoe vers zijn ze, zien ze er wel zo uit zoals op de foto. Maar dit bleek heel snel gewoon zo te zijn zoals het was. En voor mij was dit dus de mega uitkomst om op deze manier mijn winkel verder te kunnen draaien. Heel ontzettend blij ben ik met het team van Babstar, door de jaren heen veel veranderd, maar ook de service. Als er wat is, we bellen. Het wordt geregeld. Ondertussen ook heel veel veranderingen bij Babstar. Ze zijn steeds groter geworden. Maar daar merk ik als bloemist niet iets van. In eerste instantie dacht ik van ja, ze worden groter, groter, groter. En dan trek je straks aan het korte eind of gaan er heel vaak dingen fout. Maar nee, ze zijn gewoon ontzettend mooi meegegroeid met alles wat de bloemist wenst. Dus wij zijn gewoon super blij.